6, spoorverandering. De IC-trein naar Dendermonde en Sint-Niklaas. Van 17:18 spoor 9 in plaats van spoor 6. Hallo beste kijkers en welkom weer terug bij een nieuwe video. Ik sta hier op station Brussel-Zuid. Ik ben niet naar Brussel gekomen om de prachtige binnenstad te bekijken, wat trouwens wel de moeite waard is, maar om het allernieuwste treinmaterieel van de NMBS, de Nationale Maatschappij de Belgische Spoorwegen, uit te gaan testen. Dat is mij natuurlijk gevraagd. Laten we eerst maar eens naar het station toe gaan. Zo, ik ben dus net station Brussel-Zuid gekomen voor de nieuwe M7 rijtuigen van de NMBS. Splinternieuw materieel. Rijdt sinds anderhalve maand rond in België. Zeer beperkt trouwens. Op maar één trein. Dat is een spitstrein die 's ochtends van Vissé naar 's Gravenbrakel rijdt. En 's middags van Brussel-Zuid naar Vissé. De nieuwe rijtuigen van de M7 zijn gebouwd door Bombardier en Alstom. Er is in de eerste instantie een aantal van 445 rijtuigen besteld. Dat zijn gewone rijtuigen, stuurstandrijtuigen en motorrijtuigen. Er is nog een optie op nog 917 rijtuigen, wat zou neerkomen op een totaal van 1662 rijtuigen. Dat is een mega-orde. Ze zitten nu nog maar op één trein, dus even wachten op de trein naar Vissé. Ik ben te vroeg, er zijn twee kansen waar die op kan zitten, want er zijn twee spitstreinen naar Vissé toe. De eerste waarschijnlijk niet, dan heb ik nog een uurtje tot de volgende komt. En dan ben ik ook pas laat in Vissé, dus ik heb een hotel geboekt in Maastricht. Even wachten dus nog. Eventjes een pastaatje als avondeten. Zo, de eerste van de twee spitstreinen naar Vissé is gearriveerd. Deze heeft achteraan geen M7 rijtuigen. Is ook eigenlijk niet helemaal de bedoeling, want mijn digitale bron die ik voor heb gebruikt zegt dat hij dat de volgende spitstrein is, die van een uur later. Heb ik nog even rustig de tijd om mijn pasta op te eten. Mooi, dus nog even de tijd om wat boodschapjes te doen. Nou, die van een uur later, die vertrekt ook van spoor 11. Dus laten we naar spoor 11 gaan. Nou, inmiddels is een uurtje verder. Ik zie daar in de verte een trein aankomen rijden. Met splinternieuwe M7 rijtuigen. Yes! Nou, daar is het Joekel. Vooraan lijkt het een normale Belgische intercity trein met de IL rijtuigen, maar achteraan is het de eerste planmatige trein in België die met M7 rijtuigen rijdt. Ze lijken wat op de M6, maar het zijn splinternieuwe rijtuigen, vanaf nu aan ontworpen. Super fancy. Nou, het zal mij benieuwen. Deze trein, ik stap nu net in. Het ruikt nog gewoon nieuw. Ik heb een tweede klaskaartje naar Maastricht gekocht. Ik wil toch eventjes de eerste klas reviewen van deze trein als eerstes. Vloerbedekking, dat zul je in een Nederlandse intercity nooit meer aantreffen. Deze houten tussendingetjes vind ik ook mooi. Zie het review van de eerste klasstoel? Ja, het zit, je kunt het waarschijnlijk slecht zien, maar er is een armleuningetje. Is er een middenarmleuningetje? Nee, er is geen middenarmleuningetje. Het is in de tweede klas ook niet. Dus eigenlijk is dit een soort verkapte tweede klas. Maar toch, de vloerbedekking... Vlindertafeltjes, nu trilt het beeld als het goed is. Qua zitcomfort, oh, dit is best prima. Ook niet geheel onbelangrijk deze tijd, stopcontacten. Nu naar de plek waar ik voor betaald heb, de tweede klas. De tweede klas. Het verschil tussen de eerste en tweede klas is helemaal niet zo heel erg groot. Het is hetzelfde model stoel, maar in plaats van met leder bekleed met stof. Iets kleinere tafeltjes ook, dus een beetje. En de vloer is in plaats van vloerbedekking is het hout. Maar verder al om al, het zit super. Het zit super. Op naar Vissé. Ook in de tweede klas is er stroom. Twee minuten te laat vertrokken het Brussel-Zuid. Nu we toch onderweg zijn, kan ik nog eventjes een aantal feitjes vertellen. Deze treinen, misschien wel een verrassing voor jullie, krijgen een toelating voor Nederland. Dus misschien zie je dit binnenkort ook wel in Nederland rondrijden.
toiletreview van het ding. Toilet praat in vier talen, dat vind ik al heel wat. Grote spiegel dit. Zit de zeep in? Ja, ik zit onder het zeep. Dat wassen we er maar even af. Lijkt wel Simply Railway dit, jeetje. Hoezo werkt dit niet? Oh. Het is wel het kleine gewone toilet dit. Rolstoel toegankelijkheid, zo'n rijtuig zit niet in deze samenstelling. Dus daar kan ik niks over zeggen. Aangekomen op het station van Vissé. Ik moet eventjes heel eerlijk zeggen, ik gebruik even het licht dat van de trein afkomt, want dit perron zelf is totaal niet verlicht. En een grindbak zo laag als het spoor is. Die rit met dit materieel, met deze rijtuigen. Zo smooth. 200 over de HSL en gewoon niks, geen trillingen of wat dan ook. Echt gewoon smooth. Heerlijk. Maar ik ben zeker onder de indruk van deze trein. Beetje licht op dit perron. Nou ja, fatsoenlijk licht had echt niet misstaan. Voor de vroege vogels, de M7-rijtuig zit ook op deze trein. De 6:46 naar Branle-Comté. Nog een half uur hier zitten voordat de trein naar Maastricht hier is. Het luidt voor geen meter aan, België. Nou, het Yukon naar Maastricht komt er zo aan. 3 kwartier rondhangen op station Vissé raad ik je af, want het is echt kut, vooral in het donker. En er komt niks boeiends voorbij hier. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat alsjeblieft een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. Stay tuned later. En tot de volgende keer. Aju! God, dat ding is 7 minuten te laat.